Jan-Willem van Schip, was het een verwachte ontsnapping? Was het een verwacht scenario? Ja. Ja, ik ging ervoor. Ja. Ik wilde er graag in de vlucht zitten vandaag. Hoe werkt de ploeg voor jou vandaag? Ja, goed. We waren er allemaal aan de voorkant en Piotr Havik trok knijterhard door op een smal baantje. Toen viel het toch stil en toen kon de rest niet mee. Toen kon ik mooi in de vlucht komen. Is het de bedoeling om morgen die trui te verdedigen in de bergen? Nou, bergen, hellingen in de Dardenne? Ja, zeker. Ik denk dat voor onze ploeg is het een mooi doel en het is leuk om strijd te tonen. En ik denk ja, in die jacht op etappes om het toch een keer in de massasprint gaan we het niet winnen. En om toch deze kans te pakken is mooi meegenomen. Wie is Jan-Willem van Schip? Boah, goede vraag. Ja, ik weet niet. Ik ben een guy die het graag probeert. En ik ben altijd feilbaar en ik probeer te leren van mijn fouten. En stap voor stap voorwaarts te gaan en plezier te maken en toch ook te presteren. Waar kan je nog verbeteren, Jan? Op van alles en nog wat. Er zijn overal, er is overal ruimte om te verbeteren. En het kan altijd nog net iets beter, nog net iets sneller, nog iets meer aero, nog scherper, nog harder trappen. Een doel is blijkbaar ook de Olympische Spelen. Zeker. 5 en 7 augustus moet het gebeuren. En wat gaat er dan gebeuren? Op 5 augustus hebben we het Omnium. Dus dan gaan we een scratch tempo race, afvalkoers en puntenkoers rouzen in 3 uur 45. En op de 7 augustus is het 200 ronde koppenkoers met Juri Havik. Wordt er nog wedstrijden gereden op de weg hier in België voor jouw team? Voor het team wel, denk ik. Voor mij is het nu de ronde van België en dan het Nederlands kampioenschap. En dan alleen maar heel veel baan weer rennen. Laatste vraagje, wie wint deze ronde? Ik denk toch dat Remco Evenepoel de man het nakijken gaat geven. En wie wint de trui van de strijdlust? Ik hoop Jan-Willem van Schip. Oké, veel succes. Dank u wel.